Woensdag 12 oktober was er een klein feestje op het Bertrand Russel College in Krommenie. Daar werd door Diepke Vogelsang, diëtiste bij de schoolkantinebrigade, de gouden schoolkantine Schaal uitgereikt aan Kees Laan, rector van de school. Maanden geleden zijn de werkzaamheden om de schoolkantine anders te organiseren gestart. Met hulp van cateraar Vital for School werd dat zo grondig gedaan dat de schoolkantine in één klap helemaal is afgestemd met alle richtlijnen van het voedingscentrum. En dat was een gouden schoolkantine Schaal waard. Kees Laan, ik wil je heel erg feliciteren met het behalen van de gouden schoolkantineschaal 2016. Waarmee je eigenlijk laat zien dat je voldoet aan de richtlijnen gezondere kantines. Waarbij het gaat om drie punten. En daar is hard aan gewerkt. En het gaat om het aanbod, de uitstralingspunten en het beleid. En er is dus hard gewerkt vanuit school om het ook te voldoen, maar ook vanuit de cateraar. En het is een enorm goede samenwerking. De oude schoolkantine had zijn langste tijd gehad. Vital for School werd gevraagd mee te helpen om de nieuwe schoolkantine te ontwikkelen. En dat was puur zo'n klusje. Nou, we hebben heel veel gedaan eigenlijk. Het was een kantine die eigenlijk nog in oude staat verkeerde, zo oud als het gebouw is. En er zat helemaal geen routing in. Het was een beetje hapsnap om het zo maar te zeggen. Dus wat we hebben gedaan is een hele nieuwe counter neergezet, verlaagd, zodat het echt goed toegankelijk is voor de leerlingen, dat ze duidelijk hun producten kunnen zien. Versbeleving, wat betreft vers afgebakken broodjes, dat ook stonen en niet uit een kratje of een mandje zoals het eerst ging. En goed, ook in samenwerking met de school en het voedingscentrum hebben we dit voor elkaar gebokst. Je hebt het al over het brood wat vers afgebakken wordt. Dat was dus in het verleden niet zo? Ja, dat was ook zo. Alleen, dat ging dan in een mandje en je zag het niet echt. En dus de leerlingen kregen niet het versbeleving mee. En nu door middel van hoe we het nu presenteren en ook daadwerkelijk zo klaarmaken en niet achter een muurtje en dat zo kant en klaar neerleggen, is die versbeleving veel meer tot uitdrukking. De gouden schoolkantine krijg je niet zomaar. Diepke Vogelsang van het voedingscentrum legt uit wat er allemaal bij komt kijken om een schoolkantine zo te organiseren dat hij is afgestemd op de richtlijnen die het voedingscentrum heeft opgesteld. Het gaat eigenlijk om gezond aanbod verleidelijk neer te zetten en neer te leggen, zodat eigenlijk de kinderen, de leerlingen op school een makkelijke keuze wordt gemaakt. Ja. Dat is het uitgangspunt. En waar is dat op gebaseerd? Dat is op de richtlijnen gezondere kantines gebaseerd. En dat is weer gebaseerd op de richtlijnen van de Gezondheidsraad. Daarin wordt verteld wat wij zouden moeten binnenkrijgen aan voedingsstoffen en welke producten daaraan vasthangen. Dus daar moeten wij ons op baseren. En daar is eigenlijk de schijf van 5 uit voortgevloeid. En daarop zijn de richtlijnen gezondere kantines weer aangepast. We hadden net al de broodjes genoemd, maar dat is niet het enige. Ik zie nog allerlei andere producten staan. Ja, verse fruit wat we snijden. Salades, yoghurtjes, water, vers water met fruit erin. Ja, we doen van alles. Hete kip hebben we ook, paninis. Dus het is wel een groot assortiment. Is bij de samenstelling van het assortiment ook rekening gehouden met bijvoorbeeld de voedingsschijf? Ja, schijf van 5 is er zeker rekening mee gehouden. We hebben nauw contacten met het voedingscentrum. We zijn ook gelieerd aan het voedingscentrum. Dus alles wat wij hier verkopen is ook getoetst door het voedingscentrum. Ik kan wel roepen van dit is gezond, maar... Ja, dat kan je zomaar roepen, maar we zijn echt gedekt door het voedingscentrum. Dus elk product is getest en wat hier staat, dat valt onder de gezonde schoot. En je ziet het, het ziet er mooi en fris uit en verleidelijk. Je krijgt onbewust als leerling toch een beetje zin in fruit of in een broodje nemen, in plaats van naar de Albert Heijn te lopen. Dus bij deze, mijn felicitaties en natuurlijk de schaal. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Heel blij mee met deze de gouden schaal voor de gezonde kantine. En inderdaad, we hebben er hard aan gewerkt. En als ik zeg we, bedoel ik ook zeker de mensen van het cateringsbedrijf Vital for School. Die samen met ons opgetrokken hebben en eigenlijk gezorgd dat de kantine gezond is en een gezonde uitstraling heeft. Want heel belangrijk voor de kinderen dat ze de kans krijgen om gezond te leven. En als wij als school daar een bijdrage aan kunnen leveren, willen we dat natuurlijk heel graag. En dat doen we met deze kantine. En de hele afgelopen zomer heeft de kantine een make-over gehad eigenlijk. Het ziet er fantastisch uit. En nu deze kantine met deze uitstraling en al deze heerlijke gezonde dingen voor onze kinderen. Een fantastisch resultaat. Dus ik ben hartstikke blij. En ik ben ook blij verrast dat het goud geworden is. Want dat hadden we eigenlijk nog niet durven dromen. Maar fantastisch.